Hebben jullie wel eens ruzie? Schuldig aan de last die je Max oplegde tijdens de burn-out. Ja, hoe zit dat, Marije? Hallo lieve mensen. Vandaag een hele speciale first relatie Q&A. En first, dat komt alsof je dit bedacht hebt. Dit is nog nooit gedaan door niemand op YouTube. Allereerste ooit. Is super origineel. Nee, ik heb, als je mij volgt, dan weet je dat ik een video heb gemaakt over mijn stressklachten en burn-out klachten. En als je dat nog niet hebt gedaan, check die video's. Maar aan de hand, rustig aan, geen stress over hebben. Nee. Maar aan de hand van die video's kreeg ik heel veel vragen. Vooral gericht naar Max. Over onze relatie en over hoe Max omgaat met mij. En of ik de schuld van al jou krijg. Ik heb op Instagram jullie gevraagd welke vraag jullie hierover hebben. Als je me nog niet volgt op Instagram, moet je dat dus eventjes doen. Want dat is heel leuk en zo. Dat zie je nu hier. Kat op papieren zakken. Altijd goed tijdens. Dat zie je ook vaak in studio's. Katten in papieren zakken. Want het werkt goed als je opnames aan het maken bent. Ruby. Goed, ik heb jullie vragen verzameld. We hebben ze niet van tevoren doorbesproken of zo. Dit wordt super spontaan allemaal. Doorbesproken? Er waren eigenlijk twee soorten vragen. Enerzijds over onze relatie gewoon in het algemeen. En specifiek over burn-out klachten en hoe Max daarmee omgaat. En ik en zo. Dus ik ga dat gewoon lekker een beetje mixen. Oh, lekker. Ja, lekker gewoon. Oké, de eerste vraag is een beetje een filosofievraag. Oh jeetje. Ja, het wordt meteen heftig. Waar zouden jullie nu zijn, logischerwijs of idealiter, als jullie elkaar niet ontmoet hadden? Nou, ik denk, dat valt natuurlijk niet te zeggen, want alles in je leven hangt af van super kleine beslissingen of gebeurtenissen. Wat ik wel heel erg geloof, is dat Max en ik elkaar wel heel erg helpen met de juiste keuze te maken of de keuzes die zeg maar het best passen bij je gevoel. En elkaar daarin ondersteunen en helpen. Dus ik weet zeker dat ik gewoon ook niet zo ver was gekomen qua ambities, denk ik, zonder Max. Nou, ik denk dat dat wel goed is. Ik wilde eerst het helemaal afkappen om te zeggen dat dat soort hypothetische extrapolaties helemaal nergens op slaan. Maar dat is natuurlijk ook weer flauw. En ik denk dat niet zo ver een hele goede manier is om dat te omschrijven. Het voelt echt alsof je altijd een supporter hebt voor wat je wilt bereiken, zeg maar. En dat is echt heel tof. En ik denk dat dat wel enorm heeft bijgedragen met waar ik nu ben als zelfstandig ondernemer. En andersom denk ik dat ook. Ik weet niet of ik aan de krek in een greppel lag. Terwijl ik zakenreizigers moest aftrekken voor geld. Ja, dat is nu weer gewoon hobby. Ja. Dan specifiek over de hele burn-out klachtenverhaal. Belangrijkste, Max, het ook onzin. Belangrijkste vraag is eigenlijk gewoon, hoe is dat voor Max geweest de afgelopen periode? Hele open vraag. Dat heel open hoor, dat vind ik wel heel moeilijk. Ja, hoe is het voor mij geweest? Het is voor mij niet zo bijzonder geweest. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om hier te benadrukken. Dat ik niet het idee heb dat ik als een soort zuster of slachtoffer of psychiater, of zeker niet als slachtoffer, dat ik hier onder gebukt ga. Ik vind het heel lastig om te zien als jij niet zo lekker gaat. En ik vind het heel moeilijk om soms te zien hoe je met jezelf worstelt. Daar zit ik mee, daar heb ik last van. Maar dat is een beetje doen alsof ik het slachtoffer ben als iemand anders voor de trein springt en ik vertraging heb. Weet je, dat slaat echt nergens op. Dus dat is het niet. En zo zwaar is het allemaal helemaal niet. En ik denk in dat opzicht dat ik eerder kracht en energie en blijheid put uit het feit dat we dit zo samen doen en dat ik er voor je kan zijn op sommige momenten. En dat ik, ik zal wel toegeven dat ik denk dat ik iemand ben die mensen goed aanvoelt. Mm-hmm. Dus ik denk dat als jij een lompe Harry bent die alleen maar met zichzelf bezig is en nooit goed op een ander let, dan is het veel ingewikkelder, want dan begrijp je niet wat er aan de hand is. Maar omdat ik gewoon heel goed snap hoe jij je voelt en dat vaak eerder door heb dan jij, kunnen we daar gewoon prima mee. We hebben nooit issues. Het is allemaal gewoon, omdat we op een hele natuurlijke manier voelen hoe het gaat en daardoor dat we. Oké, we hadden heel even een batterijprobleempje, maar ga verder. Ja, concluderend wil ik denk ik vooral zeggen dat twee dingen. Wij zijn al bijna 8 jaar bij elkaar ondertussen. Ja. En wij houden heel veel van elkaar. En ja, dan, hè? To have and to hold in sickness and in health. Ja. Dus dan hoort dit er ook bij. Dus het tweede is ook,
dat mensen zeggen wat goed dat Max dit doet en dat soort dingen. Ja, dat vind ik echt onzin. Je maakt op een gegeven moment een bepaalde commitment, een bepaalde keuze voor elkaar. En ik denk dat we te vaak het idee hebben dat alles maar altijd leuk moet zijn. Altijd maar blij en gezellig en zo. En dat is gewoon helemaal niet zo. Dat heb ik ook. Ik ben ook niet altijd blij en gezellig. Zo werkt dat. En het leven is niet één groot, groot feest. Want als het altijd feest is, dan is het nooit feest. Hè? Dus het hoort er gewoon bij. En ik doe niks bijzonders. Ik ben niet bijzonder. Zo hoort het gewoon. Dat is eigenlijk het punt. En ik heb er ook helemaal geen last van. Ofzo. Prima gezellig. Zoals Marije in haar video's ook heel duidelijk laat zien. Het is niet alleen maar narigheid en janken en treurigheid. We lachen onze tyfus en we doen hele toffe dingen. En Marije ligt echt niet de hele dag op bed of zo. Nee, en ik denk ook wel dat we ook wel soms lachen om de situatie misschien. Ik lach dat wel je... om jouw situatie. Dat je... Ah, slappen! Ah. Dat je dat ook een beetje, ja, gewoon overal wel de humor van blijft inzien of zo. Ja, en wat je ook zegt, gewoon je hebt dalen nodig om pieken te hebben. Super cliché, maar... Ja, het is wel waar. En dan kun je ook wel weer lol uithalen of zo. Omdat je weet dat het altijd weer voorbij gaat. Zweet Q&A. Waarom zweet Max zoveel? Dat is omdat hij zo dik is. Even wat luchtigheid hier tussendoor. Wat is er gebeurd waardoor Max vindt dat Marije alleen met een schilmesje mag snijden? Oh, dit moet jij maar denk ik uitleggen. Dit lijkt me echt een vraag voor jou. Nou ja, wat is er gebeurd? Ik denk dat ik me een stuk of 110 keer heb gesneden. Marije kan gewoon niet met messen omgaan. En zeker hoe groter het mes, hoe minder ze ermee om kan gaan. Het is sowieso is balans een probleem. Ja. Je ziet geen diepte. Je bent gewoon gevaarlijk met steekdingen. En dus hoe kleiner het mes, hoe beter je het onder controle kan houden. Ja, ik heb gewoon mijn ledematen ook niet altijd onder controle of zo. En dat heeft misschien ook met dat diepte zien te maken. Mm-hmm. Dus dat, daar moet je gewoon niet aan willen beginnen. Het is gewoon een bot klein mesje van mij. Ja. Wat vond jij het lastigst in de hele burn-out periode? Ik denk dat ik twee dingen lastig vond. Ten eerste wat ik net al zei, dat ik gewoon heel ingewikkeld vind om te zien dat jij het moeilijk hebt. Ja. En ik vind het heel ingewikkeld om dat er zoiets ontastbaars zoveel pijn doet en dat je daar zoveel last van hebt. En dat zie je in je ogen, dat zie je in je gedrag en je ziet iemand van je houdt die daarmee zit. En dat is heel moeilijk, want het is ook niet een gebroken been. Het is ook niet, oké, we doen dit eromheen en over 3 weken ben je er weer. Nee. Het is heel ontastbaar en dat maakt het moeilijk. Dat vond ik heel lastig. En het tweede denk ik meer, dat is dan toch een, hè, terug op die relatie dingen. Dat ik best wel een tijd al heb gepusht met dat het bij jou een tijd duurde voordat je accepteerde, ik heb hulp nodig. Ja. Dat was echt wel, want... Nou, het is niet zozeer in accepteren. Ik dacht dat ik het niet nodig had, dat ik er gewoon zelf wel uit zou komen. Oh ja, dat is echt een hele andere manier om precies hetzelfde te zeggen. Zie je? Dat dus. Want ik doe mijn best en ik ben geen domme jongen en ik weet wel iets van hoe mensen zich voelen en hoe je daarmee omgaan. En ik heb ook wel eens met een coach gepraat en dat soort dingen. Maar ik ben geen psycholoog of ik ben geen coach. Dat kan ik niet. Dus ik doe ook maar mijn best. Maar als het 4 maanden duurt, 5 maanden duurt, 6 maanden duurt, op een gegeven moment weet ik het ook niet meer. En dat vond ik wel ingewikkeld. Ik vond dat lang duren voordat je zelf op het punt was dat je dacht van ik moet nu echt helpen. Ja, er was wel echt één duidelijk moment toen we terugkwamen uit Bali. Toen ging het ook echt heel kut. Dat jij wel echt zei van nu is het wel even serieus. Nu, ik moet echt even met je praten, want dit gaat zo niet. Het ben mooi geweest. Ja. Of course, Furby. Hoe zagen jullie eruit op jullie trouwdag? Nou, plop, 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 plop. Iets minder dik, iets minder oud. Hebben jullie wel eens ruzie? Kut is dit altijd, hè? Ja. Ja, heel vaak over alles, maar... Nee. We hebben eigenlijk niet echt ruzie. We zijn allebei twee dingen. We zijn allebei hele redelijke mensen. Jij vindt het mooi, hè? Twee dingen. We zijn allebei hele redelijke mensen en hele makkelijke mensen. Ja. Maar wij vinden niet snel iets om ruzie over te maken. Maar we zijn ook allebei best wel conflictavers, denk ik. Ik hou niet van ruzie, maar mijn werk is al de hele dag ruzie maken met mensen en boos doen tegen mensen. Of streng doen, vooral. Wij ergeren ons niet aan kleine dingen. Dat sowieso. En misschien... De afgelopen 3 dagen had jij de vaat niet opgeruimd, terwijl ik dacht, dat kan best wel even een keer. Maar ja, dan doe ik het toch. Dat is toch ook niet zo nodig. Ja, ik denk dat sowieso gewoon... Mijn PlayStation ligt daar al 2 weken echt naar boven. Ja, dat doe ik dan niet. Daar word jij dan weer niet boos over. Weet je, dat soort kleine dingen. Ik hoor wel eens waar mensen ruzie over maken. Nee, echt? Ja. Really? Sowieso alle dingen waar je aan ergert, geef in ieder geval zelf het goede voorbeeld. Want ik weet zeker inderdaad...
Precies wat jij nu zegt, dat zelfinzicht van, oh, Marije heeft al 3 dagen de vaat niet gedaan. Hm. Jij hebt ook ongetwijfeld wel eens 3 dagen de vaat niet gedaan. Ja. En dan heb ik het een keer gedaan. En als zolang je dat gewoon een beetje, weet je, gewoon ook leuk vindt om wat voor elkaar te doen en elkaar te helpen. En gewoon, weet je, we zijn samen een team, ook in het huishouden. Morgen komt de huishoudster weer. Team van 3, hè? Dan, ja, ik kan me daar echt niet druk over maken. Zeg maar. Het zit gewoon in een beetje nadenken over hoe een ander zich voelt. Nadenken over hoe belangrijk sommige dingen nou zijn. En doe gewoon even normaal. Nou, en ook wel regelmatig, nou ja, het is ook, klinkt ook weer zo lame, maar gewoon communiceren. Mm-hmm. Maar goed, om te concluderen, ja, we hebben eigenlijk bijna nooit ruzie. Zeker niet schreeuwen en zo. Ik heb nog nooit tegen elkaar. Nee, ik heb nog nooit geschreeuwd. Nee. Ja, dat doe je wel, maar dan noem je het zingen. Jouw tips hoe je als partner het best kunt omgaan met iemand in een burn-out. Max is natuurlijk geen expert of coach. Dus dat even als side note. Nou, dat is denk ik de tip. Je bent geen expert of coach. Dus probeer dat vooral niet te zijn. Probeer gewoon vriendelijk en lief te zijn en een beetje op te letten. Want wat ik vooral heel erg merkte, wat ik geleerd heb, is dat het veel makkelijker is om het van buitenaf te zien dan dat je dat zelf door hebt, denk ik. Hoe je je voelt en hoe je gaat. Als je erover je grenzen voelt. Marije krijgt een hele rare glazige blik in de ogen. Die ze waarschijnlijk zelf niet door hebben. Maar het lijkt echt alsof er een soort filtertje over de oogbal heen zit. Het is heel fysiek. En dat zie ik dan. Ja. En dan merk ik gewoon, jij bent gewoon niet oké op dit moment. Dus daar kan je de ander bij helpen. En dan moet je soms gewoon even streng zijn. En dat soort dingetjes kun je wel doen van... Vooral dat soort zijn de momenten dat jij zou zeggen, ja, maar ik ga nog even. En dan is het gewoon echt, dan moet ik letterlijk je laptop pakken, dichtklappen. En zeggen, nee, dat ga je even niet. Je gaat zitten en je gaat je bek houden. En dan denk je, oh ja, dat is ook wel zo. Ja. Want daar kan je wel, op een normale manier, kan je daar elkaar bij helpen. Maar je moet vooral, denk ik, niet het idee hebben dat jij het moet oplossen. Want dat kan ik helemaal niet. En dat wil ik ook. Ik wil die verantwoordelijk niet. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Ik kan daarbij helpen. Ja. Maar je moet het zelf willen doen. En daar zijn mensen die daar veel beter in zijn. Ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Jij bent niet verantwoordelijk voor mijn gezonde mentale gezondheid. Als ik die druk zou voelen, dan zou ik er ook onderdoor gaan. Denk ik. Ja, precies. Dus als jij morgen dood bent, ja, sorry, I tried. Maar praktisch gezien vond ik het wel bijvoorbeeld ook... Stap je er makkelijk overheen. Praktisch gezien vond ik het dus heel fijn dat een van de symptomen of dingen die... kunnen gebeuren als je zeg maar last hebt van burn-out klachten, is dat je het heel moeilijk vindt om keuzes te maken. En ik vond het, ik had daar ook echt, ik kon niet eens kiezen of ik wit of bruin brood wilde. Nou, dat weet ik wel, want ik wil altijd bruin brood. Maar dat of je dat soort... kiezen welk voorbeeld je ging gebruiken. Ja, ik koos het verkeerde. Dat vond ik heel fijn, dat jij daarin wel dan gewoon wel de leiding wilde nemen. Niet zei van, moet je zelf maar weten of zo. Of gewoon... Omdat ik dan zei ik ook gewoon van, ik kan gewoon echt even geen keuze maken. Maak jij het gewoon maar. En dan deed je het ook en dan was het klaar. Dus zorg dat je een partner met burn-out krijgt, want ik eet al een half jaar wat ik wil. Wat vinden wij het allerirritant aan elkaar? Is alles een goed antwoord? Nou! Bijna alles, want soms ben je er niet. Dan is het fijn. Dit soort antwoorden geef je dus omdat ik echt heel hard moet nadenken om überhaupt iets te bedenken. Dit vind ik het irritant. Nee. Oké, zal ik noemen? Ja, jij hebt ze wel klaarstaan. Oké, top. Laat maar horen. Nee, ik zat hier... ik zat hier dus ook van tevoren over... Dit was de enige vraag die ik van tevoren dacht van... Hier moet ik echt goed over nadenken, want anders weet ik niks. Het enige wat ik kan verzinnen, en dit weet je, want dat is heel duidelijk... Is dat als jij gewoon heel dronken bent, dat je heel rebels kan zijn... En gewoon totaal niet naar mij wil luisteren en dan ben je echt... Bijna gewoon een klein kind in je gedrag. Ja, dat is wel waar. Dat kan ik wel als irritant vinden. Maar ja, dat gebeurt echt maar 2-3 keer per week. Dus dat valt op zich wel mee. Wat, ja. Ik had die niet eens. Ik dacht, je gaat waarschijnlijk zeggen dat ik nooit naar de dokter ga. Of nooit voor mezelf zorg. Of zo. Ja, maar dat is een bepaalde eigenwijsheid die ik zelf ook heb. Ja, misschien wel. Dus hoe, mag ik eerst wat bij mezelf te raden gaan voordat ik dat bij jou irritant vind? Ja, mag je wel, ja. Ja, bij jou kom ik toch altijd weer op hetzelfde neer. Het enige wat ik echt irritant aan jou kan vinden is dat je gaat praten als ik al slaap. Dat is echt. Op een gegeven moment is het dus gewoon een soort. Je mag tegen mij ouwe hoeren tot het 4 uur 's nachts is. Vind ik prima als ik in bed leef. Maar op een gegeven moment is het wel te rusten. En dan ga ik in slaap zakken. En ik slaap al niet best. Dus dan is het belangrijk. En dan komt er altijd een onzinverhaal nog in. Oh, trouwens, ja. Ik zag Truus nog van de week. En die had een nieuwe fiets.
Oh ja, ja, gelukkig. Ja, dan ga ik nu wel weer even anderhalf uur verder weer proberen opnieuw in slaap te vallen. Want dat, maar wel met het gelukkige feit dat Truus een nieuwe fiets heeft in mijn hoofd. Ja. Dat soort dingen, dat en dat doe je al 7 jaar. En je weet al 7 jaar dat ik het super kut vind. Want je zegt ook, oh ja, ja, dat ga ik kut vinden. En dan vind ik het ook altijd kut. Dan denk ik, ja, dan kan je het ook gewoon voor je houden. Nu ben jij er vanaf, maar dan zit ik ermee. Ja, maar nu zijn we op het punt dat ik dan niet, dat we dan na welterusten mag het dus niet meer gepraat worden. Logisch, hè? Ik heb gelijk in deze. Maar dan bedenk ik iets en dan is het... En dan hoor, heb jij dat gehoord en dan ben je toch altijd ook wel weer benieuwd wat ik wil zeggen. Nee. Oh. Nee, dat denk jij dus. Zo. Maar dat ben ik echt niet. Marije, voelde je niet schuldig aan de last die je Max oplegde tijdens de burn-out? Ja, hoe zit dat, Marije? Hoe durf je? Ja. Nou, eerlijk gezegd vond ik dat wel eens lastig. Maar wat ik nu ook wel heb geleerd is dat dat ook eigenlijk nergens op slaat. Want als Max iets niet wil doen, dan is hij zelf verantwoordelijk voor daar nee op zeggen of daar niet mij mee gaan helpen. Ik had vooral heel erg, ook op Bali bijvoorbeeld, dat ik dan geen energie had om bepaalde dingen te doen. Terwijl we net hadden bedacht van, oh, we gaan leuk dit of dat doen. En dan opeens dan sloeg het in en dan zat ik in mijn kamer te huilen of zo. En dan voelde ik me vet schuldig over dat Max dus dan dat niet kon doen. Terecht wel. Of nou ja, hij kon het natuurlijk wel doen. Maar dat doe je ook niet. Maar hij koos dan weer voor om bij mij te blijven. Ja, en op dat moment moet ik dan ook zeggen van, ja, ik bedoel, een grote jongen kan zijn eigen keuzes maken. Daar moet ik me dan niet schuldig over voelen. Dus dat moet je dan gewoon echt loslaten. Jij bent niet verantwoordelijk voor de andere keuzes. Punt. Max is Maxi, maar wat is Marije's bijnaam? Die is voor jou. Prinsessenkop. Hoe houdt Max het uit met een YouTube-vlogger? Daar heeft hij allemaal antwoorden op gegeven in een artikel van NC. Dus die ga ik linken in de videobeschrijving. Ah, je bent de vlogger. Heeft Max ook wel eens last van burn-out klachten? Absoluut wel. Als je het hele rijtje afgaat van waar je allemaal last van kan hebben aan stressgerelateerde zaken, dan heb ik ook wel eens off days en dagen waar ik aan mezelf merk van ik heb nu te veel moment al een beetje. Ja. Dat, er speelt zoveel en er zijn zoveel toffe dingen gaan die allemaal te gek zijn, maar ik merk wel dat ik slaap slecht en dat komt niet eens daardoor, dat is gewoon dat ik ook nog wat gezondheidsissues heb. Het telt allemaal wel een beetje op en dan merk je wel aan jezelf dat je soms toch een beetje rustig aan moet doen. Ja, ik heb daar zeker wel last van en dan probeer ik daar wel rekening mee te houden. Maar het is echt moeilijk hoor, als er zoveel toffe dingen op je afkomen. We hebben zo vaak gezegd, nu zijn we klaar. Nu gaan we dit jaar, want dat zijn echt de periodes waar we het over hebben, dit jaar niks nieuws meer doen. Ja. Want we zitten voor de rest van dit jaar, hebben we zoveel projecten, zoveel toffe dingen. Terwijl, officieel zit jij gewoon nog niks te doen. Ja. Maar ja, we gaan documentaire series maken, we gaan boeken schrijven, er komt echt zoveel aan allemaal. Ja. En dan iedere keer, ja, hoe ga je er nee tegen zeggen? Dit zijn de dingen waar je altijd naartoe hebt gewerkt. Dus dat is heel moeilijk. Ik vind dat echt lastig. Ja, dus daar heb ik absoluut wel last van. En daar probeer je dan ook wel naar te luisteren. En soms ook een beetje dat ik je daar misschien wel in help, daarnaar te luisteren. Ja. Oké, laatste vraag. Hoe heeft Max Marije het in huwelijk gevraagd? Ja. We zijn al bijna 3,5 jaar getrouwd, ouwe. Ja. Lang, dat is echt lang. Nou, het is niet een spectaculair verhaal, maar op zich wel schattig. We spreken... Bijna 4 jaar geleden, ja. December 2015. Ik werkte toen bij Vice en via Vice kreeg ik een aanbod om in Amerika te komen werken in New York. Wat altijd mijn droom was geweest, dus dat heb ik natuurlijk jou gezegd. Toen wisten wij eigenlijk al, toen we dat gingen doen, dat nou, ik hoefde niet eens aan Marije te vragen of ze meeging. Het was meer van, we mogen naar New York. Het was echt puur feest. en we wisten dat dat eigenlijk alleen kon met een normaal visum als we getrouwd waren. Want anders moest Marije steeds heen en weer reizen onder 3 maanden en mocht ze daar ook niet werken. Dus het was al een soort van gegeven. Maar hè, ik dacht toch, ik moet het wel een beetje netjes doen. Dus ik heb wel toen, 2 weken voor kerst heb ik Marije's vader gebeld. Om hem netjes om de hand van zijn dochter te vragen. Ja. Die man die was echt helemaal geschokt. En die dacht, wat leuk, wat lief dat je me dat vraagt. Nou, dat was dus wel punten scoren, denk ik. Ja. Dus die erfenis heb ik daar maar binnen gehaald. En jij wist van niks. Jij dacht gewoon, nou, we kondigen dit aan. En toen bij was het... kerstochtend bij jouw ouders thuis. Maar ja. We dachten, we hadden eigenlijk onderling hadden wij afgesproken van nou, dat trouwen, dat
leggen we ze later nog wel even uit hoe dat zit. Want daar zijn ouders natuurlijk teleurgesteld over en zo, dat het even snel moet. Dus we laten het vooral even het emigreren nu bij ze droppen van jongens. Ja. Dus, want zij wisten dat eigenlijk op dat moment eigenlijk amper. Ze wisten helemaal niks. En voor ons was het in één klap bijna eigenlijk wel 95% zeker. Maar zij wisten niks. Dus wij gingen een bom droppen en ik hield mijn hart vast. Want ja, mijn moeder is nogal gehecht aan mij. Mijn vader ook. Maar, ja, ze is ook gehecht aan je vader. Maar ik vond dat, we waren echt wel zenuwachtig daarvoor. Ja. En Marije was dus moed aan het verzamelen om dat te gaan vertellen, dat we naar Amerika gingen. Ja. Dus zei, ja, trouwens, ik moet even wat vertellen. En toen swoopte ik erin en tussendoor dacht ik, ho, ik moet eerst even wat vertellen. Marije helemaal verbaasd. En toen had ik een ring gekocht en alles en toen ging ik toch even netjes op de knieën om te vragen of ze alsjeblieft mijn vrouw wilde worden. Want ik vond wel dat het mocht zo. Ja, en je zei nog allemaal andere lieve dingen ook. Ja, maar die zijn niet voor de mensen hier. Nee, maar dat zei je wel. Ja, en toen was het dus, iedereen zat aan tafel. Wat gebeurt hier? Wat een toestand! Oh ja, trouwens, gaan we ook weg. Later! Ja. Maar dat kon niemand meer processen of zo. Van en trouwen en naar New York emigreren. Hoe dan? Het was te veel informatie, ja. Ja. In de volgende video. Ooit. Ja, en dan in de volgende video zien jullie hoe Max Marije ten scheiding heeft gevraagd. Oké, dit was hem eventjes van nu. Als je nog meer vragen hebt of vragen naar aanleiding van onze antwoorden, laat het dan weten in de comments. Wie weet doen we er nog wel eentje, hè? Gezellig. Waarom doen we dit ook allebei? Dit is echt te kneuzig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.